Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video Lightburn in Depth. Heb je er ook altijd zo'n hekel aan dat je zo verschrikkelijk lang moet wachten voordat datgene wat jij ontworpen hebt ook daadwerkelijk gelezen is? Dus de tijd die je lezer nodig heeft om het te maken. Wist je dat je daar wat aan kan doen? Althans, in beperkte mate, maar je kan er wat aan doen. En dat gaan we bezien in deze video. Ja, en dat alles kan dus in Lightburn. In Lightburn kunnen we absoluut de snelheid van de machine aanpassen. Ik zeg er wel bij dat je het misschien ook een beetje moet gaan testen. Het heeft namelijk zeker één van die instellingen, en ik zal daar zo op wijzen, heeft betrekking op het feit of jouw machine een beetje stevig staat, ja of nee. Kijk, als je een beetje op een wankele tafel staat, kan dat echt de kwaliteit van je, datgene wat je lezer beïnvloeden. Maar staat hij een beetje stevig, kun je ook aardig wat winst boeken. Nou, laten we er gewoon eens induiken. Laten we eens beginnen met een rechthoek te trekken op ons scherm. Zo, voilà. Hij staat op een vul, ik ga er even een lijn van maken. En wat ik ga doen, ik ga hem selecteren. En ik ga een offset maken van een, zeg maar even een 5 mm. En naar binnen of naar buiten, het maakt niet zoveel uit. Voilà, ik heb hier mijn object. Stel nu, ik ga nu kijken naar hoe lang die hierover gaat doen. Ik ga hem nu weer op een vul zetten. Ik had hem op lijn gezet, ik ga hem weer op vullen zetten, sorry. Want dan heb ik net een soort van fotolijstje. Wat ik nu ga doen, ik ga eerst eens even naar mijn preview kijken. Zo, hier heb ik mijn preview scherm. De geschatte tijd voor ditgene wat ik hier ga maken, niet schrikken, is 8 uur en 28 seconden. Je zult zeggen, hè, wat? Ja, je ziet namelijk aan de linkerkant de snijafstand 41.482 mm, en dat is maar 27 minuten 39. Dus werkelijk dat de laser aan is, is 27 minuten en 39. De snelle bewegingen, nou noem ze maar snel, 7 uur 32 minuten en 49 seconden. Dit is natuurlijk bezopen. Ja? Dit gaan we never nooit laseren. Maar hoe lossen we dit dan op? Maar voordat ik dat doe, wil ik even nog eerst even laten zien, op het moment dat ik nu op afspelen druk, hoe die dit dan gaat laseren. Dan gaan we, is dat spoedig genoeg? Ja. Lijntje voor lijntje, logisch, is ook normaal. Ik ben overigens gewend om van links naar rechts of van rechts naar links te lezen. Dus niet van onder naar boven. Maar dat maakt eigenlijk geen bal uit voor de tijd, want het is gewoon hetzelfde. Maar wat je ziet vooral nu, je ziet zeg maar de bovenlijn vullijn ontstaan en de ondervullijn. En hij moet steeds van boven naar beneden. En weer van beneden naar boven. Ja, mocht je willen, zul je zo meteen zien. Maar daar komen we op terug. Oké, prima. Dit weten we, dat hij dus nu zo werkt. Hou in de gaten, 8 uur ruim. Ja? Het eerste wat wij kunnen gaan doen, wij kunnen wat zaken gaan veranderen in de machine-instellingen. Dus we gaan naar bewerken. Ik zoom er gelijk even op in. En ik zeg machine-instellingen, bijna onderaan. En het allereerste wat ik ga doen, ik ga naar het tabblad aanvullende instellingen. Dan zien we hier de reden waarom hij nu tot 8 uur en 28 seconden komt, heeft te maken met het feit dat hij een soort van preset heeft waarmee hij rekent.
Nou, die preset die zou wel eens af kunnen wijken van jouw laser. Dus of dit de werkelijke tijd is, hangt heel erg sterk af. Nou, dat kun je bespoedigen door je laser aan te sluiten. Dat kan ik met deze laptop niet, want ik heb hier de laser niet op aangesloten, maar dat geeft niks. De laser aansluiten, dan te klikken op, en natuurlijk aanzetten natuurlijk, logisch, sorry. En dan lezen van de besturingseenheid te kiezen. Als je dat doet, zullen de waardes die hier staan veranderd worden in de waardes die jouw machine heeft. Dus het heeft geen zin om dit handmatig te gaan zitten wijzigen. Ja, of je moet het weten. Ja. Maar door het lezen van de besturingseenheid zal hij de settings van de machine uitlezen. En daarna zal dan, dat kan ik je niet laten zien, nogmaals, mijn machine is niet aangesloten. Daarna zul je dus bij die preview mogelijkerwijs een andere tijd te zien krijgen. Nou, we gaan er even vanuit dat het nog steeds 8 uur en 28 seconden was. We gaan terug naar het schermpje basisinstellingen. In dezezelfde instellingen, dus bij bewerken machineinstellingen, basisinstellingen. Hier komt de grootste inspakker. Ja. We zien namelijk staan, net naast het witte vlak, snel graveren van tussenruimte. Die gaan we aanvinken. Dit is diegene die zeg maar dus een beetje tricky is. Want je kunt hem nu gaan aangeven van hoe snel moet hij dan over dat witte vlak heen. Dus hij ging van die bovenlijn naar die onderlijn en hoe snel doet hij dat? Dus je kunt je voorstellen dat als dat extreem snel gaat, moet hij ook extreem snel weer remmen. Zeg maar. Dus hij moet tot stilstand komen. Dus krijg je een schokkerig effect van. Zeg maar. Daarom zei ik al, het is belangrijk dat je laser stevig staat. Zeker als je hier een hoge waarde in gaat voeren. En ik ga hier een waarde invoeren, daar zul je van schrikken, die is 7000 mm per minuut. Dus ik ga hier 7000 mm neerzetten. Want voor mij werkt dat. Nou, ik klik op oké en daarmee heb ik die setting opgeslagen. We gaan even kijken naar die preview. Even kijken wat er veranderd is aan tijden. Oh, wauw. Hij is van 8 uur naar beneden gegaan naar nog maar 2 uur en 8 minuten 36 seconden. Ik denk dat het nog steeds te lang is. Oké, eerlijk ben. Oké. Maar nog steeds 27 uur 39 is dat de laser bezig is. Dat is natuurlijk niet veranderd, want dat is hetgene wat hij lasert. Maar wat wel veranderd is, is de snelle bewegingen, die is naar 1 uur 40, 56 gegaan. Let wel, lieve mensen, hè. We hebben natuurlijk ook die speed-instellingen bij snijden en lagen. Daarmee kan je dit ook nog weer aanpassen. Alleen ja, het resultaat moet wel goed zijn. Dus dat zijn wel redelijk vaste gegevens op enig moment, hè, die speed en die power. Was dit het dan? Nee, we hebben nog meer mogelijkheden, lieve mensen. We gaan eventjes, er is overigens niks veranderd aan de manier van lezen. Laten we daar even duidelijk in zijn. Ik zal dat even laten zien. Ik zal hem op afspelen zetten. En we zien, er is in feite niks veranderd. Dat gaat alleen sneller. Al is dat misschien voor je gevoel nauwelijks merkbaar. Maar dat is wel zo. Ja? Oké, goed. Was dat alles dan? Nee, dat is niet alles. Als we hier in snijden lagen gaan naar die vullaag, die zwarte laag, die dus op 1500 staat en dan een vermogen van 45, ga ik eens eventjes op dubbel klikken. Daar heb ik een aantal opties zitten. Het begint eigenlijk met de functie bidirectionele vulling, die je net onder het eerste stuk ziet staan. Wat betekent die bidirectionele vulling? Je ziet dat aan de linkerkant. Aan de linkerkant zie je dat op dit moment gaat de laserraad omhoog, keert dan terug naar beneden en gaat dan weer omhoog. Maar dat terugkeren naar beneden is een niet laser gebeuren. Het enige wat hij lasert is het zwarte, de rode lijn die je ertussen ziet. Dat is zeg maar de beweging van de laser zonder dat hij wat doet. Nou, als ik nu bidirectionele vulling aanzet, even inzoomen, dan zie je dat hij omhoog, naar links, naar beneden, naar links, naar beneden, naar omhoog, links, naar beneden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat gaat natuurlijk vele malen sneller. Dat gaan we even zien weer in het resultaat. Dus we gaan weer even kijken naar de preview. En inmiddels is de tijd teruggelopen naar 1 uur 15, 38 seconden. Wauw. Maar we willen eigenlijk, als het enigszins kan, met deze met dit blokje, want eigenlijk is het niet veel meer dan een blokje, hè? Willen we eigenlijk, nou, ruim onder het uur als het kan. Ik weet niet of het gaat lukken, we gaan het zien. En er is overigens, is er iets veranderd aan de snijwijze? Even kijken, weer op P drukken.
Maar wat je niet in de gaten hebt, is dat het nog sneller gaat eigenlijk. Maar dat zie je misschien niet, maar dat is wel zo. Oké, goed. We zijn er nog niet. Haha, mocht je willen. Hier komt er eentje, die is wel weer gevoelig voor kwaliteit en niet-kwaliteit. We gaan nog een keer op die snijden lager klikken. Om dat zouden venstertje van zojuist te zien. Voor die bidirectionele vulling zien we die overscans gaan, die staan, die is nog tot daar aan toe. Maar we zien ook een lijninterval. En op dit moment staat hij bij mij ingesteld. En dit is zo'n beetje het beste wat die Ortur aan kan. Ik weet niet, bij andere lezers moet je even kijken naar wat daar geadviseerd wordt. Maar dat is tot er tussen de lijnen 0,08 mm zit. En kun je je voorstellen, dat betekent dus veel meer lijnen dan dat ik dat bijvoorbeeld op 1 mm zet. Dus maak hem nou eens voor de grap naar 1 mm veranderen. En je moet dus even bedenken. Sorry, ik zei 1 mm, ik bedoel 0,1 mm, mijn excuus. 0,1 mm. Maar je moet wel bedenken dat dit ook de kwaliteit van datgene wat je maakt kan beïnvloeden. Dus als je een foto maakt, wil je een hogere resolutie. Want dit is eigenlijk resolutie. Want als je het veld eronder kijkt, dus lijnen per inch, dat is dus resolutie, die staat op 254, terwijl die bij 0,08 op 317,5 staat. Dus met andere woorden, dit is de resolutie van de laser. Even kijken, ik heb hem op 0,1 gezet. We gaan eens even kijken wat dat betekent voor onze snelheden. En we zitten nu nog maar een fractie boven het uur. 1 uur en 33 seconden. De snijtijd is ook nu verlaagd naar 22,07. En dat heeft te maken met het feit dat we nu ook werkelijk iets gewijzigd hebben aan de snijinstellingen, zeg maar, de graveerinstellingen. Is er dan wat veranderd aan richting en dat soort dingen? Even kijken weer, afspelen. Het goed is niet. Het gaat sneller, omdat het minder lijnen zijn. Ja. Wist je trouwens dat je op dit scherm ook kunt inzoomen? Laten we dat even doen. Ik ga even diep inzoomen. En hier zien we die lijntjes waar we het over hebben. Zie je dat? Dus je kan daar ook op inzoomen met je scrollwieltje. In dit geval gebruik ik mijn muispad. Oké, we hebben er nog één. Er is er nog één die we kunnen aanpassen. We gaan nog een keer naar datzelfde venstertje, die zwarte hierboven, naar die snijden en lagen. En ik ga dezezelfde snij en laag aanpassen weer. Ik ga nu naar geavanceerd. En daar zien we een functie zitten met de naam vlakvulling. En deze gaat invloed hebben op de manier, als het goed is, gaat die invloed hebben op de manier waarop die, zeg maar, dit ding tekent, zeg maar, als het ware. Ik ga de vlakvulling doen. We zaten net boven het uur nu net. Oh, sorry, hellinglengte wil ik niet zo mee. Sorry, de verkeerde. Die moet ik hebben. Deze moet ik hebben. De vlakvulling, die. Ja, ik ben blind. Oké. Ik druk op oké. En we gaan weer naar de preview kijken. En wauw. We zitten nu in één keer op 25 minuten en 22 seconden. Niet te geloven, hè? We gaan even de preview kijken van hoe die dat dan nu doet. Is dat zeggen ze toch precies hetzelfde? Ja, pas op. Ah, want dit zagen we net niet, hè? We zagen hem net van boven naar beneden gaan. Maar nu pakt hij alleen het vlak. Zie je dat? En dit is natuurlijk zeker bij vullen interessant. Dus met andere woorden, de settings die ik je hier heb laten zien, die vlakvulling, die lijnafstand, het bidirectioneel laseren. En dan bij die instellingen, machine-instellingen, die snelle beweging over de witte velden die ik op 7000 gezet had. En het uitlezen van de machine-settings maken echt heel veel uit. Want we zijn dus nu op deze wijze van 8 uur en 33 seconden teruggegaan naar 25 minuten en 22 seconden. Je kan mij niet vertellen dat dit niet de moeite waard is. Dit is waar je mee op moet passen. Enerzijds die snelle beweging over die witte vlakken die ik op 7000 gezet heb, omdat als jouw machine niet erg stevig staat, dan kan dit de kwaliteit van je product beïnvloeden. Dus misschien moet je iets conservatiever zijn, hem op 4000 zetten. En het andere is die lijnafstand, want wil jij een foto, dan wil je zo hoog mogelijk dpi halen. Nou, je kunt wat 500 of tot 1000, maar daar gaat hij niks mee doen. Zijn sweet spot bij die Ortur in elk geval van mij ligt die sweet spot bij ongeveer 318, dus 317,5. Maar is dat dus niet zo belangrijk, is dat minder belangrijk, kan jij absoluut je snelheid verhogen door die lijnafstand te veranderen. Goed, lieve mensen, dit was het stukje wat ik vandaag aan je kwijt wilde.
Je kunt dus de snelheid van je lezer wezenlijk aanpassen. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je er wat van geleerd hebt. Tot de volgende keer. Dag.